Nog even een laatste foto, nog even een laatste vraag en dan, uh, dan gaan we beginnen. Ja, kom maar met je vraag. Jean-Paul, uh, hoe gaat het met je Is dat nou even een vraag, man? Ik heet toch geen Jean-Paul? Ik ken geen Gio? Is dat nou even een vraag? Scher dus je weg, we gaan uh, verder. Maestro FM, aflevering 7, als ik het goed heb. Uh, we gaan een Champions League wedstrijd spelen, een echte Champions League wedstrijd. En een wedstrijd in de Kroatische competitie, uh, ook voor het eerst. Uh, Kroatische competitie is niet heel spannend. Want ik, uh, eigenlijk spelen we alles aan Gort. Dus, maar laten we snel gaan kijken wie we hebben gelood in de Champions League. En uh, ik zie jullie daar. Zo, zo, daar zijn we dan. Uh, weer aanbeland bij Dynamo Zagreb FM20. Uh, zoals jullie hebben gezien, er komt een nieuwe naam voor uh, de, het kanaal. Uh, de intro is al gemaakt. Ik wil even checken hoe de intro bevalt voor mensen en of het mij ook lukt. Ik ben aan het oefenen met uh, Adobe After Effects en Adobe Premiere Pro, dat soort dingen. Uh, daar zijn we mee aan het oefenen. Dus uh, bij deze al een uh, hele mooie intro. Uh, de laatste wedstrijd die we gespeeld hebben, die was tegen Ludo Gorets uit. Uh, die hadden we verloren, maar daarna hebben we wel, uh, tenminste, door het eerdere resultaat hebben we de Champions League wel gehaald. En uh, we gaan zo kijken wie we in de Champions League geloot hebben. Sommigen die verder kijken dan nu uh, naar de Ludogorets, die zien het al. Maar goed, um, we gaan vandaag ook een wedstrijdje spelen tegen een tegenstander in de Champions League. Uh, daarna hebben we gewonnen... Na de, het verliespartij tegen Ludo Gore, hebben we gewonnen. Tegen Vartex uit 3-1. Ja, fantastisch goede wedstrijd. Uh, een hoop jongens zijn wel een beetje vermoeid. Na dat uh, zware uh, beginperiode. Met een hoop wedstrijden in de Champions League en in de competitie. Uh, vandaar ook dat Inter Saprezi uh, uh, werd verloren. Ook omdat ik wat vermoeide jongens had. Daarna in de Champions League uh, Galatasaray uit. Borna Sosa scoorde, maar we speelden 1-1 in het Ali Sami Jenspoor-complexie. Heel goed. Uh, daarna thuis tegen Rijeka 3-1 gewonnen. Uh, Gavranovic met twee doelpunten. En Maier weer met een doelpunt. Tegen Zagora hadden we 1-0 verloren. Uh, of 1-0 gewonnen, sorry. Uh, een doelpunt van Emir Dilaver. En we gaan nu tegen HNK, Gorica en daarna thuis tegen Shakhtar. En dan gaan we eerst eens even kijken wie we gelood hebben in de Champions League. Nou, dat, uh, dat zijn Juventus, Galatasaray en Shakhtar. Uh, best wel een zware pool. Uh, en daar moeten we best wel... Uh, ja, daar dus zullen we echt aan de bak moeten om daarin door te gaan. Even kijken. Oh, die had ik al Dit. Oké, okay. vandaag tegen HNK Gorica, de eerste wedstrijd die we te zien krijgen, die jullie te zien krijgen uit de, de uh, Kroatische competitie. We gaan beginnen met Livakovic op doel, Kvarta, Dilaver en Guardiol zijn de, het is het centrale blok. Stojanovic, Moro en Sosa daarvoor. Gojak en Ivanusek centraal op middenveld. Lovromajer achter de spits en Petkovic in de spits. Petkovic is een tijd geblesseerd geweest, maar die is, die is nu weer terug. Dus uh, we kunnen weer uh, gebruik maken van hem. Net op tijd, denk ik. Want de belangrijkste wedstrijden: um, Ja, die komen er nu aan. En uh, het zou lekker zijn als we natuurlijk ook in de Champions League een beetje uh, gebruik kunnen maken. Eerste kans al van de wedstrijd: Voor uh, binnen een minuut. Voor Bruno Petkovic. Uh, zijn schot belandt op de lat. Eigenlijk twee keer. Stojanovic pakt de bal op en kan eigenlijk redelijk onbedreigd uh, voor, uh, voorstomen. Zijn voorzet belandt uh, eigenlijk bij niemand. Dilaver opent naar Borna Sosa. Borna Sosa stoomt op, geeft een voorzet op Ivan Noesek. Ivan Nusek haalt uit en 1-0. Dynamo na zes minuten spelen. Is het 1-0? Luka Ivanusek met zijn eerste van het seizoen. En Borna Sosa, die uh, een goede voorzet in huis heeft. Hij ziet hier goed die ruimte. Ja, een goede uithaal. Onhoudbaar voor de keeper. Goeie goal. Echt een goede goal. Uh, ja, fantastisch. 1-0 voorsprong. Mohamed met de vrije trap. Maslovski. Ik moet heel eerlijk zeggen, die, die, uh, die Oekraïnse competitie is eigenlijk niet zo grappig hoor. Is, het is niet zo leuk. Maar goed, uh, we zijn hier om, om het land ook beter te maken. Hè. Dit is, uh, als wij goede prestaties halen in de Champions League en we, halen, uh, we steken geld in die competitie, dan moet het toch een keertje lukken dat de, de Kroatische competitie uh, sterker wordt. Gojak op Sosa. 2-0. 2-0. Gewoon fantastisch. Echt fantastisch. Stojanovic stoomt op. Voorzet. Blandt bij Gojak op de. Ja, op de 11-meter-stip. Die kopt hem door naar de vrijstaande Sosa. En Sosa. Die scoort 2-0. Zo gaan we toch redelijk onbedreigd wel. Uh... Weer met een overwinning aan de haal, denk ik hoor. Ik bedoel, ik, ik zal even kijken hoe, uh, hoe de competitie eruit ziet. Ja, we hebben, we hebben, we hebben twee punten verloren en, en als het zo blijft, staan we dadelijk uh, tien punten los. Ja, dat is, uh, dat is wel heel goed. Uh, dat kunnen we zeggen, dat, dan ben je wel goed. En we gaan ook ongetwijfeld kampioen worden. Ik heb niet het idee dat het echt aan mijn tactiek ligt, dat moet ik heel eerlijk zeggen. <laughs> ik denk eerder dat het ligt omdat we gewoon beter zijn dan iedereen. Uh, maar goed, zolang je wint en uh, als we ook in de Champions League dadelijk uh, een beetje mee kunnen. Het zou wel fantastisch zijn. Uh, een beetje... Uh, dit is wel een hele gekke situatie. Livakovic met de bal. Gooit hem naar Guardiol. Die, die toch een, uh, een basisplaats heeft uh, afgedwongen nu. Uh, Stojanovic. houd in. Geeft hem dan voor op Gojak. Die heeft de vrijheid. Borna Sosa. Met een voorzet. Nee, 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 nee. Dilaver. Stoom nog een keer op. je terug op Guardiol. Guardiol naar Gojak. Gojak met de bal naar Uvenusek. Die ziet de ruimte. Je ziet ook dat Stojanovic mee is. Stojanovic met de voorzet op Sosa 3-0. 3-0. Kat in het bakkie. Echt waar. Fantastisch. Ja, die tweede helft die, die zal toch niet meer. Uh... Dat zal zo'n FM tweede helft worden. Hè? Dat, je, dat je eerste helft, dat je drie scoort. En dat je vol op kansen hebt. En dat je denkt: Nou, daar nou gaan we hoor. De tweede helft. Dat, dat zal, dat moet 10-0 worden. Ja, jammer joh. Ja. Meestal gebeurt er dan helemaal niks meer. We gaan zo, uh, denk ik, nog wat jongens rust geven. In verband met de. In ieder geval Borna Sosa. Die krijgt een tik. In verband met die Champions League wedstrijd, natuurlijk. Uh, ja, ik, ik denk zo. Maar even alvast een paar jongens rust geven. Uh, dan, dan zullen we ook wel een beetje. gas terugnemen op een gegeven moment omdat je gewoon de kwaliteit op het veld zijn gewoon minder moro krijgt nog wel een paar uh, een paar tikken te werken nou ik weet niet zo goed waar dat ineens vandaan komt maar goed wel fijn om te weten dat uh, ook syrië het ermee eens is <laughs> We gaan nog een keer wisselen. Ik wil Lovro Meier ook uh, rust geven. En dan gaat uh, Marien achter de spits. Die zijn we aan het omtrainen. Kijken of, of dat ook lukt. Uh, maar ja, dan zou hem toch uh, wedstrijdritme op moeten laten doen. En, en minuten moeten geven op die positie. Petkovic maakte er nog uh, 4-0 van in de 70ste minuut. Zou dit niet grappig zijn als ze dit achter het doel doen? Is dat leuk? Ah oh, ja, ja, dat is wel leuk. Hè? Doen we het voortaan zo. Ja, uh, weinig uh, te duchten van deze tegenstander. Ze, Ze staan ook negende. Ze hebben pas acht punten uit uh, tien uit wedstrijden. Dus ja, deze tegenstander is gewoon niet uh, bij machten om het ons uh, moeilijk te maken. Uh, we kunnen redelijk onbedreigd Leeuwak nu weer in de 16 terugleggen op Petkovic. Die bal die komt dan niet aan. Gojak, Leeuwak. Weer op Gojak, op Leevak, op Petkovic. Die kopt hem over. Um, ja. We maken wel. Uh, we creëren wel een hoop kansen nu. Ik bedoel, we hebben nu drie duidelijke kansen. Maar ik, ik vind die. Ik bedoel, wat we net zagen. Dat zal FM niet als een duidelijke kans zien. Ik wel. Maar goed, um, een 4-0 overwinning. En uh, we gaan verder naar de wedstrijd. Tegen Shakhtar. Ik zie jullie daar. Uh, daar zijn we dan voor de wedstrijd tegen Shakhtar. Uh, we spelen thuis. Dus uh, ik verwacht wel dat we een goede kans hebben om te winnen. Ik heb Shakhtar gisteren gezien spelen tegen Inter. Dat was niet heel bijzonder. Maar goed, tegen Real Madrid waren ze daarin tegen wel weer heel bijzonder. Dus uh, het is een ploeg die denk ik alle kanten op kan. Uh, maar goed, wij gaan proberen om uh, ons gebruikelijke niveau te halen. En daarmee dus ook uh, een overwinning binnen te halen. Want we hebben pas één keer verloren in dit uh, spel. Uh, we beginnen vandaag op doel met Livakovic. Achterin hebben we Quarta, Dilaver en Guardiol. Uh, Stojanovic is geblesseerd. Dus Feminia neemt, uh, neemt zijn plek over aan de rechterkant. Uh, Ademi en Sosa complementeren die lini. Moro en Ivanusek centraal op het middenveld. Maier achter de spits. En Petkovic is de spits. En, en daar gaan we. Ja, we hebben de eerste wedstrijd dus gelijk gespeeld. Tegen Galatasaray uit. Um, en dat is best wel... Um... Oké. Okay. Dit is wel fijn, want... De Aanval is eigenlijk alleen maar mijn spits. <laughs> maar goed. Um, ja, we hebben het dus best wel goed gedaan tegen Galatasaray uit. Dus dat, dat vind ik toch lastige wedstrijden om dat uh, in te kunnen schatten. Of je daar beter bent of dat je daar slechter bent dan dat soort ploegen. Uh, mijn gevoel zegt dat we slechter zijn dan een Galatasaray. In ieder geval. Uh, ja, heb ik van de Galatasaray meer gezien de afgelopen wedstrijden. Petkovic alleen op de keeper af. Petkovic maakt hem af. Fantastische bal van Borna Sosa. En Petkovic scoort zijn veertiende van het seizoen. Ja, fantastisch. Fantastische bal in de diepte. Petkovic met een goede loop, uh, loopactie. En ja, gewoon goed afgemaakt fantastisch, 1-0 na 10 minuten spelen 8 minuten eigenlijk, maar goed uh, toen ik het zag was 10 minuten Junior Moraes, Dodo het is wel een echt Oekraïens elftal Marcos A, Junior Moraes op Tyson en het is 1-1 slecht verdedigd daar, slecht echt, uh, ja, de man niet opgepakt door niemand, de rechtsback niet, de centrale verdedigers niet eh uh, ja. En dat echte Oekraïense elftal. Dat scoort. <laughs> Vooral de voorhoede is uh, compleet Oekraïens. <laughs> oh, ze dus hebben we natuurlijk wel die Kovalenko. Dat, dat is dan wel weer een goede, uh, goede speler. Hè? Matvienko, dat is voor me ook wel een aardige. Petkovic, alleen op doel af. Petkovic voorlangs. zo samen met de inworp op Maier. Maier komt er niet langs. Wegwerken van Shakhtar lukt niet helemaal. Ze komen niet voorbij. Ademi, Kiko, Femenia in de 16. En dat was eigenlijk niks. Quarta pakt de bal op. Ademi, Kiko, Maier. 2-1. 2-1. Fantastisch, jongens. Echt fantastisch. Ja, super. Echt super. Poof. Goeie goal. Echt een goede goal. gebeurt vrij weinig. Terwijl Galatasaray, die staan nog steeds gelijk, zo te zien, tegen, tegen Juventus. Dus dat is op zich heel, uh, heel goed. Daar gaan we, tweede helft. Dodo met de inworp voor Shakhtar, vlak na de rust. Junior Moraes. Marcos A. met het schot. En ja, hij zit. En het is 2-2. Onvoorstelbaar. We verliezen weer die centrale middenvelder. Junior Moraes uit het oog. Of sorry, Marcos A. Die, die had ook al een groot aandeel bij het eerste doelpunt. Marcos Antonio. Marcos Antonio. En het staat weer gelijk. 2-2. We beginnen weer opnieuw eigenlijk. Uh, ja. Is niet goed. We moeten, ik, ik vind dat we moeten winnen. Dus ik, ik, we gaan aanvallen. Ik, ik vind, uh, we hebben er niks aan, aan een gelijkspel. Het zou misschien uh, goed zijn als we gelijk zouden spelen hoor. Dat, dat, oh, wat een lul. Oh, wat een lul. Ja, daar hoef je niet voor te kijken. Dat, dat is gewoon een strafschop. Daar hoef je, daar hoef je niet voor te kijken, scheidsrechter. Dat is gewoon. Uh, gewoon een strafschop. Daar hoeven we echt niet, uh, niet voor te kijken. Ja. Leg hem maar op de spits. Op de, op de, op de spits. Op de stip. Kika Femenia met de. Met de overtreding. En uh, Junior Moraes met de strafschop en het is 3-2 voor Shakhtar. Net op het moment dat ik denk van we gaan aanvallen, het is klaar, we moeten winnen, gebeurt dit. Ja, zonde. Echt zonde. Ja. Ja, goede strafschop. Tenminste het is geen goede strafschop, maar hij zit dus. Ja, het eindresultaat is hetzelfde als een goede strafschop. Galatasaray staat inmiddels ook uh, achter tegen uh, Juventus. Dat is wel van een andere orde dan Shakhtar thuis. Maar goed, uh, ja. Helaas. We hebben hem verloren. Oh, dat is niet goed, jongens. Daar, daar baal ik van. Daar baal ik van. Ja. Ja, dat is, maar als je drie doelpunten tegen krijgt, dan mag je er wel wat van zeggen. Och, nou, uh, tweede verliespartij van deze game. Uh, tweede keer in de Champions League ook. In de competitie zijn we nog redelijk uh, soeverein. Tien uh, wedstrijden, 28 punten. Champions League, twee wedstrijden, één punt. Uh, en een hoop doelpunten tegen. Dus uh, we hebben wel wat te doen. Uh, daar gaan we naar kijken, daar gaan we analyseren. En dan komen we dadelijk uh, weer terug. En dat zal dan zullen we meepakken? Ja, het is wel geinig natuurlijk. Doen we het? Uh, Slaven Slavenbelupo en Zebre, dus Juventus. Uh, ja, die gaan we spelen. Dus ik zie jullie uh, terug bij Slavenbelupo uit. En dan doen we daarna de wedstrijd tegen Juventus. Bedankt voor het kijken. En uh, vergeet niet te liken, subscriben enzovoorts. Uh, de naam van de, het kanaal zal wel veranderen in de komende dagen. Uh, we gaan naar de naam Pinch Hitter FM. Um, gewoon omdat ik het dan een leukere naam vind. Uh, en we zijn een beetje aan het... Uh, de, ik ben een beetje aan het experimenteren met de namen. En dat iedereen ook uh, mij kan vinden. En ik, ik wil gewoon een duidelijkere naam. Een, een duidelijkere identiteit van het kanaal. Dus uh, de naam zal veranderen. Pinzitten FM. Ik weet dat in het begin van deze video was er nog een, uh, een intro met daarin de naam Maestro FM, maar we gaan naar de FM. En uh, ja, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en vergeet niet te liken, subscriben enzovoorts. Dank jullie wel, tot de volgende keer.